Yo, ik ben Chester en welkom bij de tweede Mappack video. Yo, mijn naam is Chester. Vandaag, zoals je ziet, spelen we op de map Splash. Oftewel, het waterpark. Wat iedereen zegt, maar ik vind het niet echt een waterpark. Of iets, want tja. Het is gewoon random. Een beetje in het midden gewoon een paar waterslides. En aan de rechterkant een bad, zoals ik op YouTube heb gezien. Maar we gaan het gewoon kijken. Het is weer mijn allereerste potje op deze map. En ik ga spelen met de Silence KM44 met de stok. En de Silence natuurlijk. En ja, ik speel natuurlijk met Ghost. Waarom ik dat doe? Omdat het nieuwe maps zijn. Ik wil even uit leren vogelen of leren kennen hoe ik deze maps het best kan spelen. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Om even kijken om 7 uur. Wauw, er staan daar al 3 man. Om 7 uur. En om 9 uur zie je de andere twee maps natuurlijk die ik nog niet heb geüpload, namelijk Gauntlet en Rise. Dus die zou je dan zien en slopen echt met z'n drieën, kerel. Oké, dan ga ik maar de andere kant op, als we die kant op lopen. Kijken of ik ze dan een beetje kan killen. Zo, hier heb ik even geluk zeg. Dat was ik scheef. Goed, dus komen ze dadelijk hieruit. Daar is één. Daar is de andere. Ik heb ze allebei. Let's go. Gaan we even hier naar boven. Want hier is zo'n slide. Het lijkt net je baarmoeder, maar goed. Bam. En daar is nog een slide. Ja, maar dit noem je het niet echt slides, jongens. Het zijn gewoon tuten. Maar dit is wel echt een waterbaan, laat maar zeggen. Nou, hier gaat hij omhoog. Nou, dat kan iedereen wel zien. Waarom zeg ik het überhaupt? Dit vind ik echt op Duinral lijken. De meeste mensen kennen Duinral, denk ik. Ik hoor hier echt iemand pijn hebben. Kerel! Huh? Er is dus nu al een out of the map glitch. Er is dus nu al een out-of-the-map glitch. Fuck my life. Die kerel moet ik echt even doodmaken die daar staat. Call of Duty, je maakt map packs. Waarom? Waarom moet je al gelijk glitchen, kerel? Kerel, oh my god, waarom moet je daar staan? Ben je niet goed in je hoofd of zo? Hoe kom je daarop überhaupt? Nou, ik skip die gozer gewoon. Als niemand naar hem toe gaat. Dan kan hij ook geen kills maken, snap je? Dat is wel logisch. Klinkt hartstikke logisch. Kiekeboe. Ik heb mijn site in ieder geval. Yes, ik heb hem! Wegwezen jij, viezerik. Kan ik echt niet tegen dat soort mensen, serieus. Daar heb ik zo'n scheidhekel aan. Het zijn gewoon van die kut glitchers. Die dan omdat nieuwe map zijn gelijk op YouTube zoeken van how to go out of map in Splash. Serieus, hoe kunnen ze daar nu al achter komen? Even serieus, ouwe. De map zijn misschien 4 uit en dat is hem. Nicolas 10. Als je hem tegenkomt, report hem alsjeblieft. Report hem voor exploding. Weg mee eens met de kinderen. Na dit potje ga ik hem ook gelijk reporten gewoon. Oké, kan dat nu al misschien? Niklas. Nee, kan niet in deze game. Althans in de game. Nou, na dit potje kan hij een mooie report verwachten van mij. Want jezus, wat een rotjong. Ik ga er nog 3 of 4 keer dood door roken, hè. Omdat ik hem nog ga challengen.
Maar ik vind gewoon dat je de game eerlijk moet spelen. Het laat nergens op. Maar ja, is mijn mening. Meningen verschillen. Ik vind het jammer dat het zo snel kan. Echt, en dan worden we nog zo geoond ook. Nou, lekker, die centrum kunnen ze kapot, tenminste. Serieus, jongen, ik kan er echt zo slecht tegen. Dat kan ik je echt even vertellen. Zo, ja, maar joh. Ik heb Ghost. Nou, hier gaan we deze waterslide in. Ik vind het echt jammer, jongen, serieus. Heel die live comments gelijk naar de klote, gewoon. Hij staat er alweer, hoor. Hier. Zo doen we dat. Zulke mensen, jongen, die zijn echt gewoon niet helemaal goed in hun hoofd. Ik vind het gewoon jammer dat zo snel alweer een game geglitcht moet worden, weet je. Zelfs als dat er met dat level kopie. Oh, jij bent even ziek geturnd. Net zoals met dat level kopie. Ik ben legit level 280. Oké, ik heb veel gespeeld. Maar dan mensen die dan nu gelijk level 400 zijn. Kom op, zeg. En dan het glitchen. Kerel, dat is gewoon toch niet leuk. Dat is gewoon niet leuk, weet je. Dat is mijn mening. Ik vind het niet leuk. Kijk, het kan wel leuk zijn dat je opeens Dark Matter hebt of zo. Maar als je eerlijk bent, het is toch veel leuker om zelf je Diamond Weapons te halen, althans. Dat vind ik. Weet je. Ik vind het leuker om zelf mijn Diamond Weapons te halen. Zo. Bye bye. Rest in pepperonis. Jammer. Daarbij komt daar opeens naar boven. Of waar zit hier? Ah. Echt jongen, Nicolas, ik hoop echt dat je geband wordt, ouwe, echt waar. Ik hoop zo erg dat je gewoon geband wordt en welke prestige ben je? Oh, welke 7 is dat, geloof ik. Ik hoop echt dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Serieus. Oh my god. Had het potje maar afgelopen zijn, viezerik. Hij zit... Oh, dat is een andere. Beter. Nog 2 keer zijn spotje afgelopen. Gelukkig. Maar dat ga ik niet zijn, denk ik. Ah, oh, we hebben potje gelogen. Mocht deze video genoten hebben, laat je blauw duimpje omhoog achter om 7 uur en om 9 uur 1 video natuurlijk. Als je die gozer ziet, die Nicolas 10, report hem eventjes, dan help je mij enorm. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot vanavond nog bij de andere 2 map jongens. Doei!